Ik ben mijn knuffel wel eens kwijtgeraakt. Altijd in de nacht. Als ik mijn knuffel verlies, dan haal ik mijn vrienden en dan helpen ze me, denk ik. Toen ging ik hem zoeken. De eerste knuffel kwijt, die was Woesel. Toen had ik hem kwijt. En nu heb ik een aap. Die heet ook... Mama aap. Ja, ik heb er twee van. En er was er één op school ergens kwijtgeraakt. Nou, dan zoek ik gewoon onder mijn hoofd en dan ligt hij altijd daar. Maar gelukkig hebben we hem gevonden. Hij lag uiteindelijk helemaal bij het matras. Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Vanaf zomer 2024 te zien in de bioscoop.